Maandagmiddag om 4:15 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een melding van een gebouwbrand in het gebouw van scholengemeenschap Egnaton aan de Zwolleweg in Stedenwijk. Behalve de brandweer en politie werd er uit voorzorg ook een ambulance opgeroepen. Volgens een woordvoerder van de brandweer stelden de hulpdiensten al snel vast dat er geen sprake was van een brand, maar dat het ging om stoomvorming. Dit werd kennelijk veroorzaakt door een lek in de waterleiding. De NUON werd in kennis gesteld en is ter plaatse gekomen om het probleem te verhelpen. Het gebouw is korte tijd ontruimd geweest en raakte niemand gewond. Delen van Almere stad hebben enige tijd zonder warm water gezeten vanwege het lek in de leiding. Het is onbekend om welke straten dat precies gaat. De storing is inmiddels verholpen en de aanvoer van warm water is rond 7:30 weer op gang gekomen.